vind je nog altijd een toffe. Dank je wel, Filip. En je ziet er ook goed uit. Dank je, Filip. Ja, man, ik kan alles wijs maken. Van die afschaffing van de slavernij kunnen dat eruit knippen, want mijn kusvrouw die weet dat nog. Bent jullie het nog, de eerste date? Heel goed. Serieus? Ja, mijn eerste liefje zei toen ook van, komt maar af, er is niemand thuis, dus ik er naartoe. En er was dus inderdaad niemand thuis. Filip, zou je niet fantastisch zijn als je op je 75 er nog zo uitzag als Herman de Croo? Ah, oh, ik dacht dat je 95 was. Ja, mooi, hè, vlinders, hè. Nee. Zou jij graag een vlinder zijn? Wat een vraag! Dan die Erik, die smoort al in de weekend. Zou jij nou ook niet graag een vlinder zijn, Mary? En heel veel pauze dat Urbaan is eten, hè. Ja, dat is waar. Ja. Ja. En heel veel nazi's die Goebbels. Ik ga je naam nooit laten veranderen in kotsens. Ja, van anus is beter. Ik ben ook een dierenvriend trouwens. Ik heb een Deense dog. Ik heb een baan. Weet je waarom dat blinden niet bungee springen? Nee, een hond vindt dat niet plezant. Wat vinden jullie belangrijk aan vrouwen? Ze moet slim zijn, ze moet lief zijn, goed in bed en ze moet tegen mijn vrouw kunnen zwijgen. Nee. De schaal van Goebbels heeft gewonnen. Tine kreeg een 9 op de schaal van Goebbels. Ah, en waarom geen 10? Omdat je kleren nog aan. Ik kom niet zo vaak in pretparken en gaan. Nee. Jij, Jean? Ik ben een pretpark. Ja, dat is. Heel lang aanschuiven voor een heel kort ritje. Hebben jullie nog een flauwe mop? Hoe noemt de website van de duivenclub De Lustige Duif? www.delustigeduif.com. Kom, kom, kom. Maar voor je ook wel, kindje? Ik ben heel vruchtbaar. Filip, heb jij nog speciale wensen? Ja. Maar dat willen we niet weten, zo. Nee, ik zie wel altijd dat ze zo een John een kusje geeft op zijn kont. Oh, ja, dat zou ik wel graag voor. Mag ik hier eentje geven? Ja. Oh. Zalig. Filip, jij hebt Marta helemaal meegebracht. Ja, Erik, inderdaad. En deze keer niet om reclame te maken voor mijn DVD, die je nu in de winkel ligt, 19,99 €. Wat hebben we zo meegemaakt, Filip? Het zotste. Ja. We zijn er op een bepaald moment in een wegrestaurant gestopt. Ik heb er dan rijst gegeten. Ja. Ik ben trouwens ook ambassadeur van de Ezel Oase. En wat is dat? Opvangcentrum voor verwaarloosde ezels. Ja, ja. Ernstig hoor, ja, ik weet het. Ja, dan kun je toch ergens terecht, hè. Ergens. Er zitten 3.320.000.000 neuronen in die schedel van u. Kan ik een pintje krijgen? Nee, maar we hebben samen nog in de klas gezeten. Dus we zijn heel blij dat we hier zijn vanavond. Ja. Ik noem hem ook Marky. Dat was wel in de. Hij gelooft in de reïncarnatie. Serieus? Ik heb met mijn zin gevrozen, denk ik. Die leefden op Mauritius dodo's. Ja. Dat is echt waar, dat is geen mop dat ik kan vertellen. Die leefden op Mauritius, die hadden geen natuurlijke vijanden, totdat de Hollanders op Mauritius zijn gekomen. Dus ze denken dat die vrijwillig zijn uitgestorven eigenlijk. Jij een rapper, Filip? Ik ben ooit wel een rapper geweest. Maar ik was te traag om. Maar nee, maar echt, ik heb een rapnummer gemaakt. Dat is echt geen mop. Zo is het later. Gaan we dapper, hoort mij niet klagen. Ik zit nu dapper, maar nu dragen. Is het goed? Heel goed, ja.
slecht op teletext. Ja. Op VRT. Nee, dat is niet waar. Ja, altijd spijt dat hij een mopje maakt. Denkt hem dat zijn carrière voorbij is. Dat is ongelooflijk. Ik heb VRT gezien. Ze weten Wouter aan een telefoon. Pitu, zeggen ze wel eens. Pitu? Pitu, ja. Oh. Onze Pitu. Van Glasbroek. Ja, cool. Mijn vader zei altijd, bij overspel zijn er geen winnaars. Maar deelnemen is belangrijker dan... Dat zo'n stem gehad? Je hebt zo'n pertinente stem. Ja, ik heb een auto-ongeluk gehad en sindsdien praat ik krapper. Zou het iets voor jullie zijn, moslim worden? Ik vind het wel niet, hè, Youssef Geubels. Ja. Ja, dat moeten we ons wel laten besnijden, hè, vriend. Ja. Geen probleem. Nee. Ik kan nog wel een stukje missen. Weet je dat ze de vloerbekleding noemen in een moskee? Jij moet dat weten, jij het islam gestudeerd. Islaminaat. Ik vind je dat met een bril trouwens? Hij bedekt een groot deel van uw gezicht, dus... Weet jij dat ze een stalker noemen met skistokken? Een Nordic stalker. Hoe noemt een Mongool dat in een diepje zit? Down. Hebben jullie kunst in huis? Mijn vrouw begint er wel meer en meer als een Rubens uit te zien. Oh, en hier is het dan plezant dat ze ermee lachen, maar ik moet ze beter naar huis. Stoort u niet dat het geluid van kinderen? Ik heb mijn kelder goed gezocht. Jij bent leger geweest, Fluk. Ik ben afgekeurd op mijn achternaam. Ik heb niet ontdoen, maar ik word er een beetje geil van. Je ziet al een beetje bleek. Ja, omdat mijn bloed naar beneden ontzakken. Praatprogramma. Ja. Ik ben eigenlijk niet zo'n prater. Filip, geef toe. Ik ben een zwijger. Ja. Ja. Laten we dat eens proberen. Ja. Ik kan het gewoon altijd niet geloven dat ik hier zit. Hè. Je moet soms knijpen. En dat jij en de gie en zo. Dat je net wel in je eigen arm. Je wirgens open, hè, Jan. Dat is niet te doen. Jullie worden wel echt vrienden, hè? Het is plezant om te zien. Echt? Zo. Ja. Ja. Als we hier nog een beetje mogen blijven zitten, komt dat in acht. Zaterdag gaan we naar de Illusion. Fantastisch duo. Ja. We vinden hem ook goed. We gaan nog een goede presentator hebben in het programma. Ja. Hebben jullie tatoeages, Julie? Eens met mijn arm hier. Philippe en Annick forever. Oh. Is je vrouw je toch niet, Annick? Nee, mijn vrouw kon daar niet mee lachen. Mijn vrouw heeft wel zo, op haar, zo aan de binnenkant van haar benen zo een schelp laten tatoeëren. En als je oor weer oplegt, dan riekte de zeer. Het gaan drinken of zo. Ja, ik weet het niet, Philippe. Nee. Moet werk en privé moet je gescheiden houden, vind ik. Oké. Misschien... Iemand van jullie dat dit wilt gaan drinken? Goed. Ik ken iemand, hè, en als hij klaarkomt, dan roept hij altijd, het is gebeurd. Ja. Ken jij die ook, Erik? Ja. Jij hebt ook schoontanden, hè? Ja, ik weet het. Ja. Hebben ze die ook in het wit? Er zitten twee kekens in het kekenkot en die een keken zegt tok, 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 tok. En de ander zegt, are you talking to me? En dat schept ook een band, hè? Maar vooral, ja. Wij zien elkaar graag. Dat zie je. Ja. Dat is waar. Dat is waar, hè, Filip? Als ik 60 jaar ouder zou zijn, ik zou het wel weten. Ik heb Steven van Herwegen meegebracht. Voilà. Ja. Echt een knappe gast. Hip een bril. Humor. Zit daar de Steven naast. En uw kostuum, Erik, heb je bij een paar cornflakes gekregen?